तेरा रेशम लगता है, तोरा शीशा लगता है। नाइस। Ik heb me eventjes opgemaakt, mijn basis make-up gedaan en nou ja, basis wel meer dan dat. Maar ik ga straks de lijstjes opdoen van By Dash. Die had ik gekregen van ze met kerst. En eigenlijk wil ik geen fake lijstjes meer opdoen, omdat ik mijn eigen wimpers gewoon heel, heel dik en groot wil laten groeien. Maar ik wil deze wel uittesten. Vandaag is de 30ste verjaardag van Jason. En we gaan daar naartoe. Ik ga met mijn gezinnetje en mijn vriendinnen komen ook. Mijn beste vriendinnen, Diana, Maria. Dus let's do this. Oké, ik heb dus echt een leuk jurkje gevonden bij de H&M. Ik was overal gaan zoeken, Sara en zo, maar het was allemaal zo basic, weet je. En deze is toch wel een beetje catchy. Of tenminste catchy, eye-catching. En Jason kennende, hij is in en al glitter en glamour, dus we moeten wel echt met iets tofs komen. Jurk zit om en ja, leuk. Alleen deze sleertjes zijn te lang, dus ik ga ze gewoon knippen. Tot hier of zo en dan kijken hoe het staat. Ze komen nu echt tot over mijn knie. Ik heb het jurkje aangedaan en nu de lashes. I'm ready. Zo goed als, alleen nog wat sieraden. Ik heb de lijstjes opgedaan van By Dash. Ze zijn super mooi. Maar ja, dat moet je straks even in beter licht zien. Nou, dit is mijn oudje voor de jongens. Even schoentjes erbij zoeken. En Neil is ook helemaal gedressed. Kijk eens. Nice. Het jurkje gisteren dus echt totaal niks, maar ik vind hem nu wel echt heel leuk. Het is een kleur die ik normaal gesproken niet draag, maar ik vind hem wel echt heel leuk. Ik zou willen zeggen wat anders dan gewoon standaard goud of zwart of zilver of van die natuurtinten die ik meestal draag. Echt een hele mooie zaal trouwens. Jason is er nog niet.
Rotterdam. Het schijnt echt een hele mooie restaurant te zijn. Ook echt geschikt voor baby showers en dergelijke. Het is een soort high tea die we gaan doen. Maar we mochten ook versieren en alles en zo. Dus dat is top. Al haar beste vriendinnen zijn er. Ja, het gaat echt heel gezellig worden. Ik denk dat ze zo verrast gaat zijn. Ik heb een leuk cadeaupakketje. Met echt een heel lief, wollig baby berenpakje. En ik heb samen met haar zus en ik dacht twee andere vriendinnen twee andere cadeaus gehaald. Ook een babystoel en een schommel schaapje. Die wilde Sarah heel graag hebben. Dus ja, die twee hebben we besteld. Ze weet nog van niks trouwens. Alles hebben we geregeld. Ook via Salman, haar man. En ja, dus we hebben alle informatie van hem. En hij lokt haar mee strakjes naar locatie. Ze gaat echt zo verrast zijn. Dus ja, we gaan haar echt verwennen vandaag. Nou, we zijn op locatie. En het is zo'n mooie locatie. En het is prachtig versierd. Het is versierd door Disney Decoration. Ik zal even de link in de beschrijving onder deze video plaatsen. Het wacht is nu dus op de rest van de meiden. Sarah, Marja en Disney Decoration waren hier al heel vroeg om te versieren, alles in orde te maken. Taart is onderweg. Safora, de zus van Sarah, die brengt het hier naar locatie. Ja, nou, we zijn gelukkig mooi op tijd. Oh my god, Diana is er niet. Iedereen is er en we wachten nu alleen nog op Diana. En Salman, die zei net tegen de zus van Sarah dat ze onderweg zijn. De meiden die gaan hier strakjes naar boven lopen. Degene die hier achter de bar staat, deze meneer, die gaat ze dus ontvangen. En die gaat dan zeggen van, oh, jullie komen voor de lunch. Die gaat ze dan mee naar binnen nemen en dan hier ergens laten zitten. Nog niet bij het babyshower gedeelte en dan komen wij hier strakjes. Althans, die andere meiden komen dan één voor één hier die trap ineens naar boven. Eén momentje. Diane! Waar ben je? Ben je er al? Oh mijn god, waar ben je nu? Oh, oké, is goed. Giet op, ja? Oké. Die meiden die komen straks allemaal hier één voor één naar boven. En dan ja, gaan we haar verrassen. Ik ga hier ergens verstoppen en ik ga hun reactie filmen. En natuurlijk hoe die meiden haar gaan verrassen. Dus excited. Dat ziet er allemaal zo leuk, zo cute uit. Echt heel mooi allemaal. De decoratie is super mooi. Ja, echt, echt een hele leuke dag. Het is echt een hele leuke dag. En we hebben hier noten. Voor een baby, mommy to be.
En we zijn naar Lila's, zoals jullie weten. The one and only. Dit is mijn wifi. Oh shit. Ik moet even iets weghalen. Dus is het toch. Doe maar lekker in beeld. Zo kun je dit tegen. Ja, dat is echt. Ja, toch? Iedereen denkt anders. Oh, ja, hij is wel. Nou, zij. En, we zijn ontzettend blij voor je. En ik hoop dat je geniet van deze video. Ik heb alles speciaal voor jou opgenomen. Ik film sowieso altijd alles, dus je weet het. Maar dit was een van de mooiste dingen om vast te leggen. Dus ja, ik hoop dat je ervan geniet. We houden van je. We houden heel veel van je, en, maar meer van de baby. Nou, allebei. En we wensen je heel veel succes met de opvoeding. En als je tipjes nodig hebt, zijn je altijd aan terecht. Bij deze twee mamies. Sugar mamies. Maar we wensen je het allerbeste en je zit al voor altijd in ons hart. Ja. Somani, jij ook bedankt. Je hebt natuurlijk ook echt heel veel gedaan, heel veel geregeld. Dus daar zijn we heel blij mee. Heel veel tips gegeven. Ja, dankjewel. Een vriendin een reisje. Wat is er? Vriendin een trip. Ah, Titi! Hartje geven nu pas. Ah, Titi! We gaan snel, ja? Gaan we naar Ballenbak. Beloofd. Geef Aroei. Oh, ah, heel lief. Geef maar een kusje. Oh ja, jij bent een beetje ziekjes, hè? Ja, ja. Ah, heel lief. Oh, echt? Oh. Nee, man die aan. Zo is die, kijk hoe lelijk die lippenstift nu bij mij is. Nee. Kijk goed. Wat is dat zo? Nee, dit is niet mooi. Die van jou? Nee, het was echt mooi. Gaat nee, maar kijk hoe roze het is. Nee, het is kapot mooi. Het is niet mooi, man. Het is te fel. Het is te pissy. Het is te fel. Het is zalm. Het is niet mooi. Het lijkt zo. Het is zalm. Thank you.
zeggen. Dan moet nu op de dag deze keer ja worden.
Hey guys, ik ben me even aan het klaarmaken. Ik ben net gedoucht. Ik heb straks een feestje met Pua, mijn tante. Die wordt 70, de zus van mijn vader. Dus het wordt een knalfeest. Het is vandaag 1 januari, dus dubbelfeest. Vader, je andere koffer bij te leggen.